Er is iets super groots gebeurd in Fortnite. Namelijk, het event is gebeurd. Ik was een potje aan het opnemen. Gewoon gameplay voor een video was ik aan het opnemen. En toen gebeurde er iets super groots. Namelijk, ik begon opeens random te dansen. Ik hoorde allemaal rare geluiden. En wat bleek nou? Het evenement van 2019 was begonnen. In ieder geval het nieuwjaarsevenement. We hadden natuurlijk al in de Gamefast een tijdje geleden gezien dat er een discobal was. We hadden die ook al in de lucht gezien, die discobal. Sterker nog, die zie ik nu ook in de replay. Want ik ga jullie laten zien wat er precies is gebeurd. Maar ik ga jullie eerst even laten zien wat mijn eerste reactie was. Want ik was, zoals ik net al zei, gameplay aan het opnemen voor een andere video. Niet wetende dat dit ging gebeuren. Maar blijkbaar is het gebeurd, dames en heren. Als je het wil, super top. En drop even een like. Abonneer even op het wil. Vraag als je hype bent voor 2019. Drop ook even die like als je trouwens hype bent voor 2019. En check even shop.wilvraag.nl. En gebruik als supporter creator code. Dat is veel vraag natuurlijk. Laten we gewoon eens gaan kijken naar mijn live reactie. Wow, what the fuck? Matthijs? Ik zit nou in een game en die discobal komt naar beneden en ik zie 2019 nu. What the fuck? Dit is fucking huge wat ik nu zie, man. Wat? Allemaal vuurwerk? Iedereen begon te dansen? Oh. Wat? Heb je Shadowplay? Ja, ik ben letterlijk gameplay aan het recorden nu. What the fuck? Dat was fucking random. Maar het is 11 uur. Gaat het ieder uur gebeuren? Oké. Okay. Ik dacht, ik begon random te dansen. Ik hoorde opeens 3, 2, 1, weet je wel. Ja, en tijdens mijn live reactie zag je natuurlijk al een klein beetje wat er is gebeurd. Maar ik ga jullie dus nu laten zien hoe het precies is gebeurd. Wat er precies allemaal is gebeurd. Ik heb het dus in replay mode. Gelukkig is dit niet glitch. Dus gelukkig kan ik het terugkijken. Want soms heb je nog wel eens, als je een game speelt, dan werkt de replay mode niet. Maar hij werkt, dus we kunnen gaan kijken naar wat er gebeurd is. Ik ben nu ook op de locatie waar ik net was. Waar ik dus die replay mode ging opnemen. Dat is hier zo. Maar ja, hier heb je dus de discobal. En dit is natuurlijk nog geglitcht. Deze glitch zit er al super lang in. Maar als ik nou op spatie druk, dan gaat het evenement beginnen. En holy shit. Weet je wat? Ik ga er niet te lang meer omheen draaien. Laten we eens gaan kijken naar wat er precies is gebeurd. Holy crap. Oké. Okay. De discobal. Oh, hij gaat weg. Komt uit de rift. Holy damn. We zoomen even in. Oh. Ik ben hyped. Ik ben zo hyped. Hij gaat draaien. Deze muziek hebben we gevonden al in de Game Pass. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Discobal komt naar beneden en hij... Boom! Overal is vuurwerk. Holy shit. Op dit moment ging iedereen dansen in de map. Dus je kon elkaar niet killen. Dat was op zich wel grappig. En holy shit, de bal explodeert. En opeens komt er een hele grote vuurpijl. En die doet boom! 2019 met een loot lama erbij. Ja, het ziet eruit dat 2019 ook het jaar gaat worden weer voor Fortnite. Ik denk dat Fortnite dat zelf ook denkt. Met natuurlijk al deze vette vuurwerk. Het is een best wel kort live event. Maar het is een live event. En ik denk dus dat we straks... dit is trouwens het einde. Ik denk dus dat we dus dit ieder uur vanaf nu gaan krijgen. Want... de reden waarschijnlijk waarom dit nu in de map is te zien... weet je, het kan twee redenen hebben. Laat ik zo beginnen. Het kan twee redenen hebben waarom dit gebeurd is. De eerste reden is, het is een fout van Epic Games. Dat zou kunnen, dat ze dus per ongeluk deze hebben laten zien al. Dat denk ik niet. Ik denk dat het een tweede reden is. Het is namelijk op dit moment, 2019, even kijken... Kiritimati. Kiritimati is een eiland ergens in de Middellandse... Of in de Middellandse, zeg ik nou. In de Grote Oceaan. En op dit eiland is altijd als een van de eerste plekken in de wereld... is het 2019 of is het dus nieuwe jaar. En dat is dus nu ook zo. En precies op het moment dat dat dus gebeurde... werd het daar een nieuw jaar. Dus ik verwacht dat ze per tijdzone... gaan ze dus dit waarschijnlijk doen. Gaan ze dit laten zien. Als ze dat niet gaan doen, dan lijkt het me... een bug.
bug. Misschien is het wel... Ik zou het raar vinden als het dan geen bug is. Maar het ziet er dus uit dat ze dit per tijd zullen gaan doen. Dus dat we dit evenement ieder uur kunnen gaan bewonderen. Totdat de hele wereld 2019 is. Ik vond het een superleuk event. Het was echt een verrassing voor mij. Ik stond echt zo van, waarom ga ik nou dansen? Ik snapte er echt geen hol van. Maar nu weet ik dus waardoor het komt, wat het precies was. En het was dus het evenement van 2019 of naar 2019. Jongens, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem super tof vonden. Als jullie hem super tof vonden, drop even een like. Abonneer even op het filmpje. Vraag voor alle nieuwe content in 2019. In 2019 gaan we natuurlijk weer een geweldig jaar van maken. 2018 was een geweldig jaar. Er komen nog meer video's aan trouwens vandaag. Dus je hoeft nog niet eens... Dit is niet eens de laatste video in 2019. Dit is gewoon weer een soort van tussendoortje. Omdat we dit tegenkwamen, moesten we dit naar buiten brengen. Dus nogmaals jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer, like op deze video. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!